Dit is Buurtcentrum De Leeuw. Wekelijks komt hier een groep Turkse vrouwen bijeen om meer sociaal contact te hebben. Maar ook om voorlichting te krijgen over diverse onderwerpen. Ik ben Hawa, 52 jaar, buurthuis Leeuw, vrijwillig werken. Ik ben de hoofd Turkse groep. En deze groep is Turks oudere vrouwen. Deze vrouwen hebben een aantal problemen, waardoor zij eigenlijk niet heel erg zelfredzaam zijn. Ze hebben vaak hun kinderen nodig om geholpen te worden. Deze vrouwen is in suikerziekte en moeilijk lopen. De vrouwen spreken niet goed Nederlands, maar begrijpen het wel. En papieren, kan het lezen, kan het schrijven. Onze groep is voorlichting nodig. Ik wil een toekomst voorlichten. Nog meer een thuiszorg, sporten, ziekenfonds en inkomsten. Als oudere vrouwen samen praten, samen dingen doen. Allemaal is blij, dan dus hier komen.